Monobanda is een stichting die onderzoek doet naar nieuwe vormen van spel. Dat doen we voor kunsteducatie, maar bijvoorbeeld ook voor zorginstellingen. En we gaan altijd uit vanuit de kern van spel, omdat we geloven dat spel een hele goede manier is om elkaar te verbinden. En een manier het kan zijn om contact te maken met elkaar, maar ook met jezelf. En eigenlijk mensen uit te dagen om op een andere manier zichzelf te uiten. Spiegelstem is een onderzoeksproject en dat gaat over onrust bij jongeren. Het is een kamer waar je naar binnen loopt, verschillende klanken kan maken, bewegingen kan maken. En afhankelijk van jouw input komt daar een interactief schilderij uit, wat echt uitgeprint wordt. En vervolgens kan dat een manier zijn om met elkaar in gesprek te gaan met een begeleider of met je familieleden. Voor dit project van Spiegelstem werken we met kinderen en met jongeren samen. De kinderen zijn van de Kingma School in Amersfoort en de jongeren is bij Pleurijn. Dat is een zorginstelling en daar wonen de jongeren ook. Wat Spiegelstem voor ze zou kunnen doen, vooral dat jongeren leren op een andere manier om te gaan met hun frustraties, met hun boosheid. Je fucking son of a bitch! En dat ze dat dus op een gecontroleerde manier wel mogen uiten. En dat ze daarvan uiteindelijk zelfs misschien kunnen leren hoe ze zichzelf kunnen reguleren. Dat als ze een keer onrustig of boos zijn, dat ze zelf ook kunnen leren. Nou ja, als ik er even uitschreeuw, dan heeft eigenlijk niemand er last van. Maar dat helpt wel om daarna weer even rustiger te kunnen zijn. Deze krul die ging je net maken met je klank. Het is ook veel dikker geworden als ik ben gescholden. Ja. Het samenwerken met Monobanda, ja, ik vind het heel leuk. Omdat zij vanuit een totaal andere hoek naar bepaalde dingen kijken. Ik ben natuurlijk zelf een hulpverlener, doe dit werk al jaren. Ik praat met heel veel mensen binnen hulpverlening. En daardoor heb je een bepaalde kijk op dingen, een bepaalde kijk op gedrag. En de mensen van Monobanda, dat zijn kunstenaars, dat zijn designers, dat zijn programmeurs. Dus die kijken er op een hele andere manier naar. Nog een keer? Zou je dus sterren willen schoppen? De Kingma is een school voor het speciaal basisonderwijs. Er zitten kinderen op die eigenlijk van alles wat hebben. Ze hebben dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme. En zitten hier dus eigenlijk voor extra ondersteuning. De afgelopen maanden hebben we hier verschillende playtests gehad ook. En daarbij zag je echt bij de kinderen dat ze het leuk vonden dat dingen bewogen. Dat het omhoog ging als je stem hoger werd of harder werd. En ze dachten dat dan ook vooral, dus ze gingen nog harder schreeuwen. Of als er een kleurtje op de grond terecht kwam. Of het schilderen met een afstandsbediening. Ze gingen helemaal in het spelelement op. Dus dat is wel echt leuk om te zien bij kinderen dat spel wel echt iets doet met ze. Wat bijzonder aan Spiegelstem is, is dat we met zo'n groot team zijn. En om met elkaar allemaal samen te kunnen werken, ja, dat is en een hele grote uitdaging. Maar er komen ook hele mooie pareltjes bij elkaar. Omdat we uit verschillende hoeken kennis, uit therapie, uit stemherkenning, techniek. En om dat bij elkaar te brengen, ja, dat is heel goed en mooi om te zien eigenlijk dat dat kan.